27 september ben ik op Spinoza om 3:30 met een deur aangebeld door 2 rechercheurs. En terwijl ik vandaag van ontucht gelicht heb met mijn dochtertje. Dat zijn ze toen ze aan de deur kwamen? Toen ze aan de deur kwamen. En omdat ik mee wou komen naar het bureau toe. En toen? Toen hebben ze me een lange verhoring gehad van 4 uur. En toen bleven ze echt doorhamen dat ik het gedaan had, dat ik het gedaan had. Het is nu ongeveer langs alweer geleden, na 20 jaar. Het is net of dat nog gisteren nog gebeurd is eigenlijk. Het blijft vers in je geheugen en ik denk ook dat het over 40 jaar denk ik nog wel zo is. Ik herinner me nog dat ik op het schoolplein aan het spelen was. En mijn vader die hielp mij altijd op. En op een gegeven moment was ik aan het spelen en ik werd ineens achter aangetikt. En er stond ik kijk om en er staan 2 vreemde mensen achter me. En zeiden van, ja, je vader kom je niet ophalen, wij komen je nu ophalen. Voor hun was het gewoon klinkklaar, je was gewoon schuldig. De hele bollekar in verre, het heeft een enorme invloed op mijn leven gemaakt eigenlijk. Ik ben nooit teruggekomen naar het punt hoe dat vroeger was. De Bouldercar is een MKD, een medisch kleuter dagverblijf. Een crash voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. Een groep van 10 kleuters die nu uit huis is geplaatst, werd behandeld in dit medisch kleuter dagverblijf in Vlaardingen. Eind 1988 kwam de Bouldercar in het nieuws. Veel kinderen daar zouden slachtoffer zijn van incest. De vraag is nu wat er in Vlaardingen aan de hand is. Incest, ontucht of loos alarm. Maar daarmee ging het balletje wel aan het rollen. Is dat niet raar? Dat zonder dat de ouders gehoord worden, het kind zomaar weggehaald kan worden. Dat kan dus iedere ouder ook. De Bouldercar weigerde vandaag opnieuw ieder commentaar. Het begon met één meisje. Ze was 4 jaar oud. Ze had een moeder met vrij ernstige psychische problemen, zodanig dat ze niet voor haar dochtertje kon zorgen. En zo kwam het dat meisje van 4 woonde bij haar vader. En die vader woonde op zijn beurt weer in bij zijn broer en zijn schoonzuster. Dat meisje woonde dus bij haar vader, haar oom en haar tante. Die vader hebben we met z'n allen leren kennen als de eerste verdachte vader in de Bouldercar. Hij heet Erik en hij is hier. Goedenavond. Mijn broer die zat eerst bij mijn moeder thuis met Elise. Ja, maar die situatie die werd een beetje onhoudbaar. Mijn moeder die, met de vriend, nou, die waren ook al op leeftijd en dat was toch een behoorlijke belasting. Ja, en het, ja, af en toe botste er wel eens wat en hebben wij gezegd van joh, wij hebben wel de ruimte, kom bij ons wonen. En dat heb ik eerst goed met Diane overlegd. En zo is dat eigenlijk gegroeid en is mijn broer is met Elise bij ons in huis gekomen. En dat ging eigenlijk best wel goed. En we woonden toen in een flat. Ja, en op een gegeven moment dan ziet een brief leggen van politie Vlaardingen. En daar lees je dat mijn broer die was gearresteerd en Elise die was uit huis geplaatst. En dat was het. Ja, het eerste wat je doet, je grijpt de telefoon, je belt de politie, joh, wat is hier aan de hand?
En je krijgt gewoon geen antwoord. Het is, ja, er is wat ergs gebeurd en je broer zit nu vast. En Elise is uit huis geplaatst. Ja, waar zijn ze dan? Ja, mogen we geen antwoord op geven. En daar zit je dan, met z'n tweetjes, moederziel alleen. Ik zat op een middag thuis en ik zat eigenlijk gewoon thee te drinken eigenlijk en de deurbel ging. En ik verwachtte eigenlijk niemand geen visite of dat er iemand thuis zou komen. Ik open de deur en er staan twee rechercheurs voor de deur. En ze lieten eigenlijk de identity zien en ik zeg, joh, wat is er allemaal aan de hand? Nou, zeggen ze, we willen graag dat je meekomt naar het bureau en dan vertellen je het daar wel. Maar toen zei ik nog duidelijk van, joh, sorry, dat gaat niet, want mijn dochter komt zo thuis. Zei hun van, nou sorry, maar je dochter is opgevangen. En ik zeg, joh, wat is hier allemaal aan de hand? Waar word ik van beschuldigd? En toen kwamen ze dus tevoorschijn, nou, je bent beschuldigd van incest met je dochter. Ik heb nog geen eens een bekeuring gehad op wat dan ook, helemaal niks. En dan word je daar ineens zomaar opgepakt eigenlijk als een, ja, als een stuk vuil. En was eigenlijk van, dat is hem, we hebben jou nou en pak je en je bent beschuldigd verklaard. En wat je zegt maakt niet uit, zoek hem eruit. Ik herinner me nog dat ik vroeg waar ga ik heen dan en dat zeiden ze niet en ik werd een auto ingezet. En wat ik me kan herinneren is dat we voor een groot huis stonden met een hele grote trap. En toen liep ik naar boven en toen liepen we weer een trap op naar binnen. En wat ik me toen zag is dat er allemaal kinderen waren en er waren ook volwassenen mensen waren daar ook. En toen zeiden ze van, je komt nou bij hier ons wonen. En ik denk van, waar is mijn vader dan? Waarom moet ik hierheen? Wat is er gebeurd? En dat wist ik helemaal niet. Ik voelde me bang, ik voelde me leeg. Ik voelde me achtergelaten. En ik wist gewoon niet wat er gebeurde, wat er aan de hand was. En dat is wat ik ervan herinner. Nou, dan wordt dus duidelijk dat het om incest ging. Dat wordt dan uitgelegd en dan de eerste reactie daarin was, joh, als dat daadwerkelijk zo is, dan mag je van mij alle twee zijn poten breken. Maar dat was gewoon de eerste reactie. We waren gewoon totaal overbluft. De emoties die komen naar boven. Wat moet je ermee? Is het zo? Hoe heb het kunnen gebeuren? Waarom hebben wij daar niks van gemerkt? Dat zijn allemaal dingen die je jezelf af gaat vragen. Ik moest dus echt mee naar het politiebureau. En toen kwamen ze echt, wat er dus allemaal gingen ze uitleggen wat er dus was gebeurd op die boldercar, wat ze daar voor testen gedaan hadden. En dat het heel duidelijk was dat die beschuldigingen daar echt bewezen waren. En ze gingen ook rare vragen stellen van, joh, ga je met je dochter in bad? En dan zei ik gewoon van, ja, tuurlijk ga ik ermee in bad. Ik zeg, doe ieder mens die was zijn kind, brengt het kind in bad. Het kind is 4 jaar oud. Dus je kan niet zeggen van, nou, doe ze maar even alleen in bad. En ze zegt, ga je ermee in bad zitten? Ja, soms zit ik ook wel eens in bad. Dus in mijn dochter aan de andere kant. En dan doe je spelletjes met water en met de zeep. En gaat ze helemaal door. En ja, dat kan dan niet. En dat is dan bewijzen van incest. Ik had heel vaak nachtmerries, dus 's nachts ook heel vaak wakker. Bijvoorbeeld droomde ik dat ik dat mijn vader er niet was of dat ik alleen was. Of wat ik ook wel eens droomde, dat mensen mij bang probeerden te maken. Dat ik er 's nachts wakker van werd. En dan liep ik in mijn slaapkamer uit. Toen zei de nachtzuster van, nou, ga maar weer naar bed, ga maar weer slapen. En ja, ik was altijd heel erg bang altijd 's nachts. Je zat er eigenlijk in een celletje met 4 muren.
En er is geluidloos. Er gebeurt niks. Er is iets van een soort dodencelletje, zeg maar. Er is gewoon vier muren. En die muren zeggen niks tegen. Je zit daar en je krijgt tijd om na te denken eigenlijk. En dan ging je realiseren wat er ging gebeuren. Het was voor mij al een angst dat ik in de gevangenis zou blijven. Dus drie verdiepingen had. Dat ik op de derde verdieping was. En dat je gewoon maar heel makkelijk over het hekje kon stappen en kon springen. Dus het was ook dat vechten van mezelf, dat ik zei van, je bent de Kenny Dunn, je hebt daar je dochter. Hier zag je eigenlijk gewoon vier jaar in een celletje, onschuldig in een celletje zitten. Dat je eigenlijk denkt van, joh, wat gaat er mijn leven gebeuren? Dat je daar zo ineens, ze net iemand die je bij twee armen beet pakte, en gewoon uit elkaar gescheurd hebt. Zo voelde dat ook aan. En er waren er gewoon dagen dat je gewoon gevoelloos was. Die gevoelens denk je, nou ja, wat is er nou? Er is niks gebeurd. Wat doe ik hier eigenlijk? Of dat je 's ochtends wakker wordt, dat je in je bed ligt, in je cel. Van, joh, waar ben ik nou? Oh ja. Je vraagt je van binnen af waar je vader is en wat er is gebeurd, waar je vader is. En ja, dat was gewoon heel erg moeilijk daar zo. Je was altijd maar bang voor wat gaat er nu komen, wat gaat er nou gebeuren. Dus je had nooit echt het gevoel dat je veilig was bij iemand. Ik wist niet waar mijn dochter was. Niemand vertelde mij waar ze was ondergebracht. Het was voor mij van een groot raadsel. Ze hebben daar mijn dochter zo uit mijn leven weggetrokken eigenlijk. En dat je daar dus in een celletje machteloos zit, dat je niet weet. Maar wat ze met een kind aan het doen zijn? Waar is dat kind? Hoe zijn ze aan het verzorgen? Wie zorgt er voor haar? Krijgt ze wel genoeg aandacht? Ga ze ook maar doen, al die dingen wat je normaal gesproken zelf met je kind doet. Je moet je voorstellen dat je kinderen hebt en dat er op een dag politie bij op de stoep staat en die tegen je zegt, we nemen je mee. Je gaat mee, want je wordt verdacht van een ernstig misdrijf, van incest. En je kinderen gaan ook weg. En je wordt niet eens in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van je kinderen. En je kinderen worden vervolgens met onbekende bestemming worden die meegenomen en die worden ergens in een huis gezet. En je wordt zelf voor je meegenomen naar het politiebureau, je wordt in een hok gezet en je weet niet wat er gebeurt. Hij huilde. Maar ik heb niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Waarom zit ik nou hier? Dat is alles wat hij kon zeggen. We hebben gewoon met hem zitten praten, helemaal niet daarover, heel gewone dingen eigenlijk. Hij wilde een checkie draaien, komt er een cipier op hem af. Waarom heb je die check meegenomen? Want je weet dat dat niet mag. En dat soort dingen. Het was gewoon een crimineel geworden. Meneer Vermaat, wat was er voor bewijs? Er waren op dat moment, voor mij kenbaar, was er alleen maar een beschuldiging van het medisch kinderdagverblijf. En rapporten waren op dat moment nog niet. De rapporten waaruit het bewijs zou moeten komen, namelijk onderzoek van arts, fysiotherapeuten, orthopedagogen en dergelijke, die rapporten zijn pas na de datum dat hij gearresteerd is opgemaakt. Dat deugt van geen kant, hè? Nee, dat deugt niet. Ik wist ook niet dat er meerdere ouders van beschuldigd waren. Want die rechercheurs hebben nooit gezegd tegen mij, ja, maar er zijn meerdere kinderen weggehaald bij de familie. Dus het was puur echt op mij gericht en niet. Er zijn nog meer families, er zijn nog meer zaken aan de hand. Je wil antwoorden. Waarom? Hoe? Wanneer? Hoe vaak?
Want dan ga je nadenken, ja, maar dan is het van, joh, dat kan niet. Want ik zit een kamer daarnaast. Waarom hebben ze aan mij niets gevraagd? Waarom ben ik niet opgepakt? Waarom hebben we dan niks gehoord? Nou, het lijkt me toch stug dat als zoiets daadwerkelijk gebeurt, dat je dan geen verandering merkt aan het kind of aan mijn broer. Of... En dan heb je zoiets van, je klopt iets niet. 2 weken ervoor was de gezinsvoogdes bij ons over de vloer. Die kwam regelmatig. En die gaf ons nog een heel groot compliment dat wij Elise zo fantastisch opgevangen hadden. En dat het zo goed ging met Elise. En 2 weken later wordt ze opgehaald door de taxi om naar school te gaan. En ze komt dan gewoon helemaal niet meer thuis. En dan heb ik zoiets van, hoe kan dit? Waarom gebeurt dit? Erik, als hij schuldig zou zijn, is dan toch al het huis uit. Waarom mag ze dan niet gewoon bij ons blijven? Elise zag ons pas 6 weken later ongeveer. Dus die is naar school gegaan. Vrolijk uitzwaaiend. En die heeft ons 6 weken later pas weer eens een keertje gezien. Ze vloog ons om onze nek heen. En ze hield me vast alsof ze me nooit meer los wilde laten. En ze liet me dan wel het hele tehuis zien. Zo van, daar slaap ik. En dit zijn de kindertjes. Maar mij wel angstvallig vasthouden. Zo van, ik mag toch wel weer met jou mee, hè? En dan moet je gaan zeggen dat dat niet mag. Dat is heel hard. Je stapt in je auto, je gaat weg. En dan op de eerste verdieping zie je een kind staan. Zo tegen het raam aangeplakt van, ik wil mee. En dat mag dan niet. En jij zit in je auto en ze ziet die auto wegrijden. En dat voor een kind van 3, 4 jaar oud. Nou, dat is niet in woorden duidelijk te maken. Dat gaat dwars door je heen. Ja, je hart huilt gewoon. En dat blijft huilen. Iedere keer als ik daar nu nog steeds aan terugdenk, aan die periode, dan dat doet gewoon zeer. En voor Elise denk ik helemaal. Want je denkt dan wel, hè, ze is 4, 5 was ze. Dat zal ze allemaal wel niet meer weten, maar ze weet het allemaal wel. Eind jaren 80 verschenen ineens rapporten dat er ook in Nederland sprake zou zijn van misbruik van kinderen door ouders, verzorgenden, etc. Kort samengevat, incest. En zodoende werden bij de rechtbanken werden ook speciale officieren aangesteld om zich speciaal op incest te werpen. En dat hebben ze toen ook gedaan. Nou, toen kwam er natuurlijk vanuit met name de orthopedagogie kwam er behoefte aan, tussen haakjes, deskundigen. Ja, en toen waren er een aantal mensen, ik noem dat soort mensen altijd maar goeroes, die oplossingen hadden, hele eenvoudige oplossingen. En zo waren er een aantal en een van die goeroes was werkzaam bij de Boldercar, die toen de zogenaamde poppenmethode ging toepassen. En met die poppenmethode, binnen een onderzoekje van 1,5 uur, konden vaststellen dat een kind slachtoffer was van incest. Kinderen met behulp van poppen interviewen. Dat gebeurde ook in het medisch kleuterdagverblijf De Bolderkar in Vlaardingen. De poppen worden, zo zeggen de voorstanders van de methode, alleen ter ondersteuning gebruikt. Hulpverleners en juristen staan tegenover elkaar als het gaat om het gebruik van de poppenmethode. Dit zijn de poppen die gebruikt worden voor onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. Zo'n pop moet het middel vormen om de onderzoeker met het kind te laten communiceren. Met name over de eventuele seksuele belevenissen. Als het kind de ogen aanraakt, vraagt de onderzoeker, wat kan je ermee doen? Het kind zegt dan bijvoorbeeld slapen of kijken. En zo gaat het ook met de geslachtsdelen. Een systeem met voor- en tegenstanders. De tegenstanders vinden dat het er voor de kinderen te dik bovenop ligt. Je hebt gehoord dat er incest gepleegd is met die kinderen. En in eerste instantie ga je ervan uit dat dat ook echt zo is. En dan ga je denken van, het kan niet zo zijn dat er bij 14 gezinnen
bij al die 14 binnen één school thuis incest gepleegd wordt. Dat kan gewoon niet. Dat is eigenlijk onmogelijk, statistisch gezien, vind ik zelf. Ja, en het verplante is dat het is allemaal, door die poppenmethode is dat aan het rollen gebracht. En die kinderen die zijn allemaal geïnterviewd. En daar waren bandopnames van. En die zijn ook opgevraagd door de advocaat en die waren ineens weg. Ik heb in de tijd al aangegeven dat ze bepaalde protocollen die er ook toen al waren, dat ze die totaal niet hebben nageleefd. Mevrouw van Deutekom was orthopedagoge. Zonder diagnostische aantekening. Dat wil zeggen dat ze niet de opleiding, niet de training had om een diagnose te stellen over kinderen. Dus ze mocht kinderen wel behandelen, maar ze had niet de deskundigheid om een diagnostische analyse te maken. Dat deed zij toch. Zij wist dat ze daar niet voor geschoold was. Zij wist dat ze daar onvoldoende kennis voor had. In een getuigenverhoor wat ik met haar gehad heb bij de rechtercommissaris, heb ik dat ook expliciet aan de orde gesteld. Ik heb gevraagd, mevrouw, mag ik weten wat uw opleiding is? Mag ik u vragen, hebt u een diagnostische aantekening? Nou, die had ze dus allemaal niet. Dus toen zakte ze enorm door het ijs. Ze hebben professioneel geblunderd. En dat kan je die mensen kwalijk nemen. Het gerechtshof in Den Haag heeft een man vrijgesproken die verdacht werd van seksueel misbruik van zijn kind. Hulpverleners hadden het kind ondervraagd met anatomisch correcte poppen. Door die rechterlijke uitspraak is de zogenaamde poppenmethode weer in opspraak gekomen. Meneer Vermaat. Erik was de eerste die werd opgepakt en werd vrijgesproken. Er zijn nog de ouders van 13 andere kinderen opgepakt. Hoeveel veroordelingen zijn er uit al die onderzoeken tevoorschijn gekomen? Nul. Erik's zaak was wat de officier van justitie noemde een testcase. Zijn opstelling was, als de zaak tegen Erik zou lukken, zou hij de andere zaken ook aanpakken en ook op dezelfde wijze gaan vervolgen. Want ook bij die andere zaken lag de poppenmethode, zoals dat genoemd wordt, aan de basis van bewijs. En dat bewijs bestond uit broddelwerk en daardoor zijn al die andere zaken ook voor een deel geseponeerd, voor een deel nog wel vervolgd? Nee, het Openbaar Ministerie heeft toen besloten geen vervolging meer in die andere zaken in te stellen. De zaken zijn dus wat u noemt geseponeerd. En 14 families zijn er de dupe van geworden? Ja. Ik zie het nog als de dag van gisteren. Dat zitten we in die rechtszaal. En ik zie de advocaat, die zie ik nog staan, de heer Vermaat. Die heeft, ik denk, minimaal een kwartier gestaan, voor mijn gevoel. Niet aangetoond, niet aangetoond, niet aangetoond, niet aangetoond. Dat ging de hele tijd zo door. En dat versterkt alleen maar het gevoel van er zijn hier dingen gebeurd en dat is in een doofpot gegaan. En als het hele ten dagen zo'n zaak weer zou gebeuren, zouden de Kamervragen over gesteld worden. Toen helemaal niet. Ik voelde eigenlijk niet veel. Ik zat er in die rechtszaak eigenlijk en ik geloof de eerste keer dat die rechter de uitspraak zei, dat er nog ineens echt om het doordrong. Toen die rechter zei dat hij was vrijgesproken, toen zeg ik, o God, ik dank u. En toen begon ik te huilen, toen pas. Dat was heel ontroerend. En Erik's gezicht, dat was als een melaatse. Er was geen lachje, geen traantje, niks. Helemaal niks. Hij was gewoon daar. Het was gewoon een lichaam met geen gevoel meer. Die was vrij. Die werd op straat neergegooid als een hond, zeg maar eigenlijk, om eerlijk te zijn.
Het was niemand die je daar begeleidde van joh, hoe, wat, of word je opgehaald, of heb je onderdak, helemaal niks. Dat kwam eigenlijk de volgende dag, dat je eigenlijk tot je bewustzijn er kwam. Nu moet ik gaan vechten en nu wil ik weten waar mijn dochter is. En ik geloof dat mijn advocaat, die is eigenlijk een beetje in, meer in gaan zitten en meer gezegd, joh, hij wil zijn dochter zien. Er moet een bezoek regelen en daar heb hij recht op. En het is eigenlijk pas een goede paar maanden later eigenlijk dat je de eerste keer dat je eigenlijk je dochter zag. Ik kom binnenlopen, dat kind ziet mij en zegt, oh, papa is daar. En ze loopt, even wachten, een beetje te veel, hè. Ik zie de beeld voor me. En ze staat op en ze gaat onder de tafel zitten. En ik denk, joh, wat doet ze nou? Dus ik loop naar haar toe en ik pak ze op eigenlijk en ze doet die armpjes om me heen. En dan viel mij vast en zei, joh, ik ga nooit meer weg. En dat kind dacht dat ze iets verkeerd gedaan, dat ze straffen gehad. En ik denk, maar ja, van, joh, goeiemorgen, wat hebben ze met dat kind gedaan? Op dat moment werd ik ook, ik geloof ontzettend kwaad. Ik denk, ik moest me eigenlijk zo goed beheren om ze niet op te pakken en dat gebouw uit te lopen. En ik denk, nee, doe het niet, daar maak ik het nog redder mee. Dit moet via het rechterlijk systeem, moet dat kind vrijkomen. Erik was weliswaar vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie is toen in beroep gegaan. Bij het gerechtshof, want ze waren het er niet mee eens dat Erik Watts dat was vrijgesproken. Maar onderwijl werd dat argument van ja, er loopt nog een hoger beroep, dat werd door de Raad voor de Kinderbescherming werd dat gebruikt om te voorkomen dat Elise naar huis mocht gaan. Ik heb hem echt meer dan een jaar toen niet meer gezien. Ik kan hem ook niet herinneren dat hij ooit is langs geweest bij dat kinderthuis. Want ja, zoals ik gehoord had, heeft hij al die tijd vastgezeten ook. Of dan mocht hij niet komen, omdat er nog onderzoek was. Nee, ik mocht niet meer voor het kind zorgen. Het is ook een besluit van de rechter geweest. Daar was hij niet stabiel genoeg voor. En nou, aan de hand van dat besluit hebben wij gezegd, nou, dan komt Elise bij ons. Je moest jezelf ook nog behoudend opstellen. Nou, we gingen eigenlijk met van alles akkoord wat hun zeiden. Hun zeiden van nou, ze mag bij jullie in huis, maar dan mag Ron haar niet in bad doen. Ron mag haar niet aankleden. Ron mag haar niet in bed, naar bed brengen. Nou, in godsnaam dan maar. Daar gaan we wel mee akkoord, als ze maar bij ons kan komen. Er werd gewoon een keiharde eis neergelegd van als jullie Elise krijgen, dan mogen jullie de eerste vier, vijf jaar zelf geen kinderen nemen. Je loopt op eieren. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed gewerkt! Ik was in een situatie, ik kon zelf niet voor mijn dochter zorgen. Ik was gewoon in een stress. Dus ik wist gewoon dat het niet goed voor de kind zou wezen om daar een vader die er overspannen is en gaat zomaar door voor zorgen. En toen is mijn schoonzus en broer hebben het dus aangeboden om voor mijn dochter te zorgen. En daar was ik ook ontzettend dankbaar en blij voor. Dus ik moest me eigenlijk gewoon dwingen om die afstand te nemen eigenlijk, te zeggen van ja, het moet gewoon, nou, het is beter zo. Het ging tegen mijn eigen wil en liefst zal ik er zelf voor gezorgd, maar dat wist gewoon, het kon niet. Ik was bijna jarig, 23 maart. En voor die datum kwamen Ron en Diana nog langs van, nou, hier mag weer met ons mee, maar we weten nog niet precies wanneer. Nou, toen op een gegeven moment was de dag aangebroken dat ik eindelijk weg mocht thuis, zo, dat ze me opkwamen halen. En toen kwamen we bij Ron en Diana thuis. En ze hadden alles versierd en ze hadden allemaal cadeautjes voor me gekocht en zo. En ja, dat was gewoon heel erg leuk om dan weer gewoon bij mensen te zijn die je echt kon vertrouwen ook. En waar je veilig voelde.
Dus ze heeft heel lang het gevoel gehad dat ze weer weg moest. En daar hebben we eigenlijk heel hard aan gewerkt om haar toch wel dat gevoel te geven. Dit is nu echt jouw thuis. Je hoeft hier nooit meer weg. Dat was ook de afspraak die we met Erik gemaakt hebben. Zo van, ze komt bij ons wonen, maar dan willen we wel dat ze, totdat ze volwassen is, bij ons blijft. Dat is voor haar wel het allerbeste. Normaal gesproken zoek je kind op, elke week als ze kan. En ik hield dat zo ver mogelijk van me af. Die dwang om dan toch voor je dochter te zorgen, was zo erg hoog. Dat op een manier, je moest die verband gaan verbreken. Je moest gewoon, ja, die afstand doen. Je neemt van iets afscheid waar je ontzettend veel van houdt. Hij is zijn kind kwijt. Hij heeft moeten vluchten uit Nederland eigenlijk, want ja, mijn broer is in Engeland gaan wonen. Hij woont daar nog steeds. Zo zit de maatschappij helemaal in elkaar. Je krijgt een stempel en of dat stempel terecht of onterecht is, dat is niemand die zich dat afvraagt. Dat stempel, dat staat er. Daar kom je niet meer vanaf. Ik had geen vertrouwen meer in het land. Ik vertrouwde niks meer. Ik vertrouwde de politie niet meer, de rechercheurs. Ik was er gewoon zat eigenlijk. Zeg. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Je zocht eigenlijk een uitweg om naar een ander land te gaan. Stel, als hij mij echt seksueel misbruikt had, had ik dat moeten herinneren. Want als ik alles van het kinderthuis herinner en dat moment dat ze mij ophaalden vanuit school, als ik dat herinnerd, dan had ik dat ook moeten herinneren dat mijn vader me eventueel had seksueel misbruikt. En bijvoorbeeld, ik kan wel me herinneren dat als ik dan nachtmerries had, dat ik bij mijn vader dan mocht gaan slapen. Nou, als hij iets met mij had gedaan, had ik dat ook moeten herinneren. En ik weet gewoon zeker dat hij niks gedaan heeft. Ze zit eigenlijk vol met woede. Ze is zo boos op alles wat met die zaak te maken heeft. Want ze zegt van, hoe hebben ze dat nou kunnen doen? En mijn vader heeft me echt helemaal niets aangedaan. Dan zou ik dat toch wel weten. En ze is echt heel boos op dit moment. Haar jeugd is gewoon één drama. Is gewoon één treurig iets geworden. En een jeugd, een kind hoort gewoon helemaal onbezorgd op te kunnen groeien. Zonder zorgen, zonder toestanden om zich heen. En zij heeft altijd zorgen gehad. Zorgen van, mag ik wel hier blijven wonen? Wat hebben ze dat kind wel niet aangedaan? Dat kind hoort er gewoon onbezorgd lekker
een vrolijk jeugd te hebben. En dat hebben ze Elise afgepakt. Ik en hij hebben er heel veel pijn aan nu. Heel veel verdriet ook van. Dat hij naar Engeland ook toen is verhuisd. En dat hij nooit bij me heb kunnen zijn als ik het moeilijk had. Of als ik mijn diploma-uitreiking had. Of als er leuke dingen gebeurden. Dan was hij er nooit bij. En nu dat het zoveel jaar later, dan ga je eigenlijk beseffen van dit is niet goed geweest. Dat hij naar Engeland is verhuisd. Want je mist zoveel dingen met de tijd samen. Terwijl dat je eigenlijk al niet veel tijd met elkaar samen ooit hebt gehad. Door wat er is gebeurd. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Maar er zijn gewoon perioden. Dat je dus echt stil kan zitten, dat je echt er alleen bent. Dat je denkt van, joh, wat is er vroeger allemaal afgespeeld? Ik geloof dat zij het ook wou vergeten. Ik wou het gaan vergeten. We wouden gewoon een nieuw leven beginnen. En zoveel mogelijk van je af te zetten. Maar het gaat niet altijd zoals het wil natuurlijk. Het loopt anders. Het is een zenuwpil. Hij is vol met zenuwen. En waarvoor weet ik niet. Ja. Het is ergens. Dat kan toch niet nog steeds voortduren? Het is al dadelijk. Hoeveel jaar is het geleden? 21? Dat is een hoop hoor. Alhoewel. Soms praten we wel eens over die zaak en ik merk aan zijn kant dat hij er ook heel erg veel moeite mee heeft om over dit te praten. En als ik er met hem over praat, dan hoor ik ook heel erg boosheid in zijn stem. En ook heel veel verdriet ook. Omdat ze het gewoon onze levens hebben verpest. Gewoon omdat hij niet voor zijn eigen dochter kon zorgen en dat ik niet bij je vader kon gaan wonen. Dat merk ik ook heel erg veel aan, omdat hij gewoon boos is en verdrietig en dat hij het ook nog niet helemaal verwerkt heeft. Ik heb met mijn dochter een paar keer gesproken en proberen uit te leggen van hoe of wat. En ik heb altijd gezegd tegen haar van, joh, maakt niet uit wat er gebeurt, hoe of wat, je blijft altijd, je bent mijn dochter. En dat is iets dat is gewoon en dat blijft gewoon. Dat kan niemand van me afpakken. Nu 20 jaar later zit het nog zo scherp in mijn hoofd. De beelden van het kinderhuis, de beelden van de Boldercar-affaire. De beelden dat die twee vreemde mensen mij opkwamen halen, zit nog zo scherp in je geheugen. Ik kan me niet voorstellen als ik 80 ben dat ik dat niet meer weet. Nou, dan gaan we naar boven naar de studio voor de groepsfoto. Ja. Met z'n allen op de foto. Om te beginnen ga ik met u beginnen. U mag lekker gaan zitten. Ja, ik zal even kijken. Dan wil ik vragen of jij nou even komt zitten. Want dan kan je vader erachter. Dat is misschien ook wel leuk. Ja, vader achter. Dan wil ik vragen of jij op de grond komt zitten. Hoe leer je die? Ja. Komt u nog een keer?
klein beetje.